Hey, hallo allemaal en leuk, dat je kijkt weer naar een nieuwe, gloednieuwe Grand Theft Auto 5 livestream. Mijn naam is Marco en we gaan vanavond weer even lekker een potje GTA spelen. Ik heb er zin in. We gaan even kijken, want ik krijg nog allemaal helemaal alle rare dingen te zien. Ik krijg nou een ding te zien. Ja, wat ik normaal ook altijd zie als ik het spel aan het spelen ben. Dat is echt belachelijk. Gaat er niet zeggen dat ik die hele prognose moet overspelen. Prognose, hoe heet het? Dat hoop ik dus niet. Maar ik moet even kijken, want ik snap niet. Wordt gespeeld. Juist. Dan moet ik die hebben. En dan gaan we eerst eens even toetreden. Prologen. Oh, je moet hem... Nou, dan moet je meer spelen. Nou. Fantastisch. Belachelijk dat je het over moet spelen. Zo, daar gaan we kunstgebied. Nou, waarom doet hij dat nou niet? Nou, dat doet hij niet. Nou, hoe deed ik dat ook weer? Oh, ik ben hier zo slecht in. Juist. Nou, rennen jongen. Nou, dan ga ik de koffer zoeken. Eikel. Nou, schiet het op, paardenlul. Pam, 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 pam. Hé. Hey. Oh, en dan moet ik rennen. Goedenavond, Ramon.
Wat een tering wij hier, hè. Eikel. Oh my fucking god. Hoppa! Die kreuk dat was wel een krachtige man. Oh, nou moet ik rijden. Wat? Dus niet. En nu? Giet draai.
Oh my fucking god. Ga maar gewoon met die kant op. What the... Ja, en dan... Van een eikel... Van Eikel. Ben je nou nog niet? Wat een klote zo. Kom maar aan. Kom maar aan, Michael. Even snel van party veranderen. Ja. Hoppa. Hallo? En daar is die. Ik hoor je niet. Marco, hoor je mij? Not always a good citizen. Ik hoor Michael niet, jongens. Dus ik moet even mijn andere oordopjes pakken. But he was a man. Hoezo? Was crucified. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Marco, hoor je mij? Ja, ik hoor je nou.
lach aan mij, mijn oordopjes zijn kapot. Ik heb ze gelijk nou weggekieperd. Hoor je mij? He's a good kid. Hoor je mij, Michael? Ik zie niet meer dat hij in een heist zit. Is hij op de fucking board? No. Ah. He sits on his ass all day. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? Hoor je me nou of hoor je me nou niet? Hey. Volgens mij hoort Michael me niet. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Michael! I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. Hallo! You consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities hallo, get mij? You, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house, hello? Useless kid, and I'm stuck talking to hello, you because no one hello, else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is hello, baby. Fucking fucked. Let it all out. Okay, even een ander oordopje pakken. Mooi. Oh. Hoi, mij. I think that's all we have time for. Nou, jongens, Michael hoort mij niet. Op de een of andere manier hoort Michael mij niet. I guess. Dus, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ga even kijken of ik een andere party kan aanmaken. Je hoort mij niet, dus ik ga even deze party verlaten. En dan ga ik even een andere party aanmaken. Even kijken of dat dit lukt. Ik ga even een party privé maken. Even kijken of dat lukt. Er zijn wat problemen met het geluid, jongens. Er zijn wat problemen met het geluid. Ik zal hem even een partyverzoek uitnodigen. Ik ga nog even terug naar Michael. Dan moet ik even naar de player gaan. De player, de vrienden. Juist. En dan gaan we weer naar Michael. En dan gaan we weer naar... Joep. Oh, hij is toegetreden. Hoor je me nou? Hoor je mij nu? Hoor je mij? Hij hoort mij niet hoor, jongens. Er is wat... Er is iets met het geluid aan de hand. Even kijken, geluid en scherm. Even weg, hè, Bokita, Drippie. Schijs uit. Geluid en scherm, audio, uitvoer, invoeren. HDMI, out, uitdeling. Uitvoer, out. Even wachten, ik moet even wat andere doen. Oké, nou, even kijken hoor, want er is iets fout. Ik kan het ook bij de partyverzoek doen. Andere parties weergeven. Dat is dus... Hallo? Hallo? Nou, hij hoort mij niet hoor. Hij hoort mij niet. Hallo. Nou, ik hoor mijn eigen wel. Ik hoor mijn eigen wel. Dus het legt iets. Er is iets met Michael aan de hand. Ik hoor mijn eigen wel. Zo, ik ga het kan. Er is echt wat met jou. Hallo. Dat is goed. Ja, is goed. Ja, ik hoor jou. Ik hoor jou. Hallo? Ik zal hem even een... ik ga even Ramon een... Marco. Ik ga het eventjes een berichtje sturen naar Michael. Want er is iets niet met zijn headset goed. Ik denk dat er iets met zijn headset aan de hand is.
your Marco headset Marco is denk ik kapot. Hoor jou wel, maar ik maar Marco? Jij mij niet. Hoor jou wel, maar mij niet. Jij mij Marco, niet. Ik hoor je niet. Hoor je mij wel? Nee. Ben ik wel trouwens op de livestream te horen, jongens? Ja, ik ben wel op de livestream te horen, hè, jongens. Ik ga even kijken of dat ik nog wat andere oordopjes heb. Of, wat ik, of dat ik wat anders heb. Want er is een probleem met het geluid, dames en heren. Het is wat problemen met het geluid. Dus we gaan even kijken of dat we ander geluid, iets van oordoppen of zo. Ik heb geen oordopjes verder meer. Ja, hoe moet ik dat oplossen, jongens? Hoe zou ik het moeten oplossen? Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken. Hallo, 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 hallo. Nee. Ik zit dus met het geluid te klooien. Ja, jullie horen mij wel, dus ik kan me ook eigenlijk haast niet voorstellen dat het aan mij ligt. Oh, ja, hallo. Hoor je mij? Hallo? Joehoe, hoor je mij? Hallo, 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 hallo. Ja, hallo. Oké. Okay. Ik ga ook even de PlayStation opnieuw opstarten, dus ik zal hem ook even veranderen. Jongens, ik ben zo terug. Ik zal even de livestream afsluiten. Excuses voor het ongemak. Ik ga even de nieuwe livestream beginnen. Even wachten, jongens. Deel 2. Ja. Wachten op It's Ultrax 18:44. Wat is dit nou weer? Ja, dat duurt het gewoon nog even. Oh. Moet even de pagina verversen. Dan doet hij waarschijnlijk oh ja, wel. Daar komt hij al. Daar komt hij al. Hi, hallo allemaal. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe livestream. Ja, ik had er net deel 1. Inmiddels, als jullie deze een paar dagen later terugkijken, dan zullen jullie zien van hè, een deel 1 en een deel 2. Er is maar één donderdagavond livestream. Maar ik heb de andere verwijderd. Ik had problemen met de microfoon. En dat is inmiddels opgelost. Grand Theft Auto 5 hebben een nieuwe update. Een update die waardeloos is. Je kan je computer vier keer opnieuw opstarten om de microfoon te laten doen. Je moet de prognose moet je opnieuw spelen. En alles wat je nieuw, wat er nieuw op de markt in GTA is, is vreselijk duur. Kortom, Rockstar, bedankt voor een dode mus. Precies. Waardeloos. Nou, ik ga in ieder geval het spel opstarten. Maar Rockstar, jullie worden vriendelijk niet bedankt. Wat een waardeloze flut-update. Ja. Dus ik ga even kijken waar jij bent. Dan ga ik jou gelijk even, ga ik gelijk even naar jouw sessie toe. Oh, zit nou nog een story mode? Ja. Ik denk, ik wacht wel even tot jij er eventueel bent. Ja, is goed. En dan heb je nou die prognose helemaal uitgespeeld? Of die niet? Heb ik al helemaal uitgespeeld al. Ja, dat ben ik mooi, al klaar. Okay. Toen jij mij de eerste keer riep, toen was ik daarmee bezig. Dus, ja, ik zag het staan. Ik denk, zie ik dat nou goed of is dat weer een foutje van Rockstar? Maar ik zag het goed dus. Ja, precies. Oh, 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 oh. Wat een prutsjes bij Rockstar, zeg. Wat een prutsjes. Ja. Maar de Efteling was leuk, hè? Ja, was zeker leuk. Top, nou, man, top. We hebben als een kind lopen schreeuwen daar in de carnavalfestival. Zonder mensen naar me te kijken van, wat zit dat voor een stelletje achterlozen. Maar ja, dat heb ik gefilmd, dus dat kan je dinsdag. Dinsdag komt de vlog. Ja, ik, ik wou het eerst 2 dagen nadat ik uit de Efteling was geweest. Dus dan had hij eigenlijk vandaag of morgen of zo had hij online gekomen. Maar ik red dat gewoon niet. Ik heb ook nog een heleboel onride video's heb ik.
Er zijn inmiddels al twee, staan er al online op mijn kanaal. Eentje overheid van de Musje Cannibaal en ik had Spookslot erop gezet. Ja, die heb ik allebei gezien. Ja, en nou komt er vanavond komt er weer eentje. En een nieuwe intro voor de onrijd. Ja, heb ik ook gezien. Ziet er goed uit. Ja, met ik moet nog eventjes namens Rob Aerts, jongens. Namens Rob Aerts de mooie intro. Die heb ik niet zelf gemaakt. De credits zijn daarvoor bij Rob Aerts. Die heb de intro voor me gemaakt. Ja, die kan mooie intro's maken. Ziet er heel goed uit. Ja, die kan echt hele mooie intro's maken. Die van Joost en die van Kevin ook, die zijn ook allemaal door Rob Aerts gemaakt. Dat is echt de specialist van intro's maken. Die kan echt hele mooie dingen maken. Dus, heb je een intro nodig, ga naar Rob Aerts. Hij doet het gratis. Ja. Je moet hem alleen even een berichtje sturen. En dan, hij doet dat graag. Hij vindt dat leuk om... Good to see you, boss. Hij heeft over heel veel mensen intro's gemaakt. Maar ik heb de laatste tijd een beetje veel claims, dus... ik heb een ander heel groot probleem op mijn YouTube-kanaal. Mijn bezoekers lopen terug. Ja, het iedere YouTuber mee te maken. Dat komt en het gaat. Ja, ik ben van 161... Nee, 155 ben ik naar 150 gegaan. Vijf mensen ben ik kwijt. Ja. Doe je niks aan? Nee. Ik bouw ik heb het ook gehad. Ja, ik dacht eerst dat het aan mij lag of dat ik wat fout deed. Of, Nee, dat zijn van die mensen die zijn heel even abonnee en dan kijken ze even 3 of 4 filmpjes en dan denk je, nou, ik ga de goede kant op. En dan later bij ze weer kwijt. Oké. Daar ligt het aan. Moet je niet bang voor zijn. Ik schrok daar de eerste keer ook heel erg van. Ik had echt zoiets, oh, what the fuck, maar niks aan. Ja, wat heb ik nou gedaan? Ja, ja precies. Ja. Dus ja, ik ga vanavond even chatten, maar dat ga ik niet meer uitzenden, want ik heb te veel claims krijg ik. Muziekclaims krijg ik op YouTube. Ja, dat klopt. Omdat ik muziek ook af en toe wel eens een muziekje draai tussendoor, ja. Ja. YouTube loopt daar een beetje om te zeuren, dus voorlopig komen er even geen live chat, live streams meer. Maar ja, iedereen die, bijna iedereen die kijkt naar mijn livestream, die zit ook in de livestream zelf, dus wat dat betreft. Ja. Hoef ik het eigenlijk niet uit te zetten, want iedereen die zit erin, die er, ja, die zet er zelf ook mee, dus... Hey, wat vind je van de nieuwe ingang van Slagharen dan? De nieuwe ingang van Slagharen, die heb ik nog niet gezien. Ja. Nee, ze krijgen een nieuwe ingang dit jaar. Oh. Moet je even kijken op de Facebook-site van Slagharen fans. Oh, daar moet ik even naar kijken. En die staat erop, ziet er erg goed uit. Ze krijgen een Looney Tunes gedeelte. Joh, krijg nou wat. Goh. Ja, wat ik vind ik persoonlijk erg jammer. Ja. Niet dat ik je Looney Tunes niet leuk vind, maar je betaalt ieder jaar zoveel aan de rechter. Voor die rechten die je betaalt, kun je ook een nieuwe attractie neerzetten ieder jaar. Ja, precies. Precies. Het is dit weer standaard, Weens. Hoeveel mensen heb ik eigenlijk hier in de sessie? Hoeveel zit jij er? Ik zit echt met heel veel mensen. Ik zit nu nog... Oh, ben je nog offline nog? Ik wacht even tot jij rustige sessie hebt. Ja, ik heb alleen nog maar ontzettende... Drukke lobby's. Volle lobby's. Echt lobby's met 15, 20 mensen erin. Ik zal het dus even proberen. Ik kom haast niet in een lege lobby terecht, jammer genoeg. Jammer man, ik ga het ook gewoon even proberen. Met z'n tweeën is de kans groter als alleen. Ja, hè? Is de kans groter dat het inderdaad lukt. Ja. Dat is zo. Ja, dat weten we niet, Ramon. Het is gewoon als je je computer opnieuw opstart,
doe je een soort reset doe je. En nou is het probleem opgelost. Nou doet hij het in ieder geval dus. Ja, wat de precieze oorzaak is, dat weet ik niet. Hier zit ook alweer een heleboel mensen in, zeker. Weet niet, ik ga nu naar een lobby toe. Dus ik moet eens even kijken. Twee, vier, zes mensen. Zes mensen, ja. Ja, weet je, als er dan mensen zijn die gewoon een beetje normaal spelen. Ja, dat weet ik niet van tevoren. Nee, precies. Dat is het grote probleem meestal, hè, met die... Je weet niet of dat ze op elkaar schieten of zo. Nee, precies. Voorlopig ziet het er nog vrij rustig uit. Oh man, ik ben blij dat ik weer een beetje stem heb, joh. Ja. Zo. Nee, voor... Ze houden de momenteel houden ze er eigen koest, dus... Ik zie oh, nou, bij... ik join die nieuwe lobby en ik zie hier die kill die, zus killt zo. Nou, dat is al heel erg... Ik ga gauw in mijn auto zitten, dat is veiliger. En gelijk jou maar even joinen. Ja, join mij maar. Voorlopig is bij mij nog rustig, dus... Ja, oké, gewoon... doe dat wel. Oh, ik moet 1 minuut wachten totdat ik weer een nieuwe auto kan halen. Oké, beter toch dat het nu opgelost is. Het kan maar achter de rug zijn. Ja, inderdaad, Ramon. Inderdaad, hè. Nee, maar we hebben het hele carnavalfestival op zijn kop gezet. We stonden echt keihard te schreeuwen. Leuks! En jullie zijn het park niet uitgegooid? Nee, dat niet. Maar we stonden wel keihard van leuks. Ik heb er een leuk filmpje van. Ik heb het zelfs 2 keer heb ik het gedaan. Dus in de vlog komt het dinsdag komt het 2 keer in de vlog. Dat ik in de carnavalfestival zit en dat ik daar... Dus dat was wel leuk. Het was wel leuk. Ja, ik heb het wel naar mijn zin gehad. Het was echt een leuke dag. Ah, superman. En op de weg was het nog wel aardig te doen. Het was niet echt heel erg gevaarlijk op de weg. Gelukkig, toen wij gingen. En het park was, het park was echt lekker rustig, man. Hey, heerlijk. Overal konden we zo aanschuiven. Toppie. Geen gekke... Hey. Steel vehicle deliver the omnibus to the warehouse. Die tekst is helemaal veranderd. Oh, hi. Ja. What do you need? How do you choose between your children? Maar als ze nou die prijs omhoog gegooid hebben, misschien hebben ze die prijs... Ja, met Rockstar geloof ik er niet zoveel van. Misschien hebben ze die prijs ook wel omhoog gegooid van die auto's. Oh, je moet niet raar staan kijken. Ja, dat je meer geld vangt voor een auto. Dat denk ik niet. Nee, Rockstar die is echt hoe. Ze zijn echt gierig met geld. The registered owner of this vehicle has multiple DUIs and it looks like he's about to get another one. I'd get over there before they impound the thing. Is vrouw. Ah, het zijn waardige gasten. Ze komen naar me toe en eentje is er bij me ingestapt. Ja, en daar heeft Feyenoord logo op de auto. Ja. Dus het is niet echt. Het zijn geen haatdragende gasten. Mooi. Ja, Feyenoord is onder elkaar, hè. Ja, Feyenoord precies. Is onder elkaar, hè. Oh, hij stapt nou ineens halverwege, stapt hij nou ineens uit. Ja. Ik ben keihard aan het rijden, echt vol gas. En hij doet ineens de deur open en hij schiet eruit. Dus...
Oh, de Osiris. Oh, fuck, wat doe ik nou met mijn stomme hartjes? Ik neem de verkeerde baan. Ai. Ik moet hier omhoog. Zo. Yo, oké, is goed Thijs. Is goed. Ja, ik ga het cargo vehicle doen, dus. Je ziet ook Kleinhout M staan. Dat is ook een maat van me, dus alsjeblieft niet schieten op hem. Ik ben je dankbaar. Yo. Dat is ook een maat van me. Ja, leuk. En hoe heet hij? Hij heet, op YouTube is het Thijs Plays. En op, ik weet niet of auto heet, weet ik even niet. Okay. Oh jee jongens, ik voel de Chinees opkomen. Ik voel de Chinees. Nou, ik heb net Chinees gegeten. Lekker hoor. Ja, lekker spul, man. Oh, dit is het. Kijk eens. Mogen ze me s'nachts voor wakker maken? Heerlijk, ja. Ik vind het ook heerlijk, Chinees. Ja. Je gaat er zo van... Je gaat er zo van schieten, hè, op een gegeven moment. Ja, dat klopt. Ga je een beetje knallen. Ja, dat is waar. Ga nou allemaal weg. Ga gewoon weg. Oh, fuck. LTT. Oh, er zit trouwens ook nog een leuk stukje voor jou in. Bij de droomte ligt. Oké. Okay. Why, hello, how you doing? How can I help? Oké, so you're in serious trouble and you need my help. Oké. Als je op een gegeven moment in de droomvlucht zit, zie je allemaal van die. Kom je op een gegeven moment in een donkere ding met allemaal van die sterretjes. Ja. Dus toen zei ik van, weet je waar we nou zijn? In de hemel! Zodra die online staat, ga ik hem gelijk liken. Ja, hij is echt leuk. Hij is echt leuk. Alleen ik denk dat, ik weet nog niet wat die gasten ervan vinden, weet je wel. Ik heb dadelijk best kans dat als ik dadelijk hem online gezet heb, dat ze zeggen, joh, doe dat kleine stukje van de Carnival Festival ook even in een apart filmpje, weet je wel, dat we dat los kunnen kijken. Van ta 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 ta. Loods! 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 Ja, oh ja, en ik heb de... Ja! Trouwens, ik heb nog wat gemist voor jou. Je hebt mij helemaal geen vraag gesteld in de Q&A, hè? Ben je helemaal weer vergeten. Je hebt helemaal niet... Je hebt helemaal mijn Q&A niet... Nou, schandalig. Schandalig. Ja, schandalig. Ik ga hem van de week nog even kijken voor je. Ja. Nou hoef het niet meer. Ik heb nou al de Q&A opgenomen. Ik heb hem in de Efteling opgenomen. Ik heb hem in de Efteling opgenomen. Bij hoe heet het daar nou? In het restaurant bij de Carnival Festival aan de overkant. Daar heb ik de Q&A opgenomen. Heb je goed gedaan? Dus ik had gezegd van ik neem hem op in de Efteling. De Q&A wordt opgenomen in de Efteling, maar Joost die was weer zo lekker slim. Maar Joost die zegt ja, zegt Joost, zullen we het in de bootjes doen? In de, hoe noemen die dingen nou? Gondoletta. De gondoletta. Ik zeg, ben je wel helemaal goed bij je hoofd? Ik ga nou niet in die koude gondoletta zitten. Oh jee, zie je, dat bedoel ik, hè. Mijn PS Plus lidmaatschap is ook bijna op. Dus ik moet binnenkort moet mijn PS 4 kaart moet ik ook verlengen voor een jaar. Ja. Tegenwoordig ook al €60, hè? €60, ja, daarom. Ja, ik ga het wel doen. Ja. Ik ga het wel doen.
Ja, ik heb het ook gedaan. Ik bedoel, het kan eigenlijk niet zonder. Ja. Nou, ik weet niet wat mijn moeder zegt. De Marco? Nou, ja, dat kan nou niet hoor. Niet even wachten op je geld hoor. Hè. Dat kan niet zomaar. Ja, je weet hoe moeder zijn. Oh man, vreselijk. Ja. Schrikkelijk. Nou, binnenkort volgend jaar een Efteling abonnement, hè, dus. Dan zal ik vaak in de Efteling zitten. Dat is wel leuk, man. Ja, ik ga binnenkort. Ja, ik ben om. Ik ben om. Januari, februari ga ik een Efteling abonnement halen. Dus dan ben ik vaker in de Efteling te zien. Nou, ik vind het echt een superpark. Ja, ik vind het echt. Het is een van mijn favoriete parken, is dat. Ja. Samen met, eigenlijk. How are you doing? Eigenlijk de Efteling en Slagharen staan bij mij. Boven de twee plaatsen. Ja. Alleen staat de Efteling wel op één eigenlijk. Eigenlijk staat de Efteling op één. Ja. Slagharen is meer mijn tweede park. Ja. Maar ik vind Slagharen ook niet zo. Ik vind Slagharen de laatste tijd niet meer zo leuk. En dat deel ik met je. Het is niet meer zoals het was. Nee, klopt. Het is echt, echt helemaal niks meer. Nee, ik ben er laatst nog geweest en toen zaten er gewoon heel veel attracties zaten er gewoon dicht. Ja, schandalig. Ja, vind je niet kunnen. Betaal je hoop geld voor en dan wil je in een attractie en dan kan dat niet. Nee, echt schoftelijk. Ik heb er ook nog wel even een mail over gestuurd. Ja, dat vind ik inderdaad. Het is echt schandalig. Geen mail terug, wat hadden we dan moeten doen? Ik zie nou de attracties gewoon open. Hij zei ja, het was bevroren. Ik zei met min 2 alles al vastgevroren. Ik zeg geloof er niks van. Nee, precies. Nou, het is gewoon onderbezetting. Ja. Het is gewoon, hebben ze geen genoeg personeel. En dan denken ze, nou dan gooien we gewoon attracties dicht. Ja. Lekker makkelijk, weet je wel. Lekker. Ja, dat kunnen ze eigenlijk gewoon niet maken. Nee. Ik bedoel, er zet maar gewoon mensen stand-by. Ja, precies. Ja, precies, inderdaad. Wat ik wel, dinsdag naar de Efteling geweest. Ik vond het personeel echt fantastisch dinsdag. Oké, okay, you good to go? Get over to the buyer without sustaining damage and we'll get the full amount. Nou, dat is wel mooi. Ja, personeel was echt vriendelijke dinsdag. Want ik heb daar ook wel eens anders meegemaakt. Ja, ik ook. Ik ook, van de zomer. Van de zomer had ik nog bonje met een vent bij de Piranha. Mocht ik mezelf een stik, moest ik inklappen van hem. En toen kwam hij daarna nog eens een keertje extra controleren. Omdat hij wel ingeklapt was. Ik zei, joh, wat denk je nou, dat ik een kleuter ben of zo? Ik zei, als jij vraagt omdat ik die selfie-stick inklap, dan klap ik hem gewoon in. Maar dan hoef je me niet als een kleuter te controleren van, heb je het nou wel echt gedaan? Vond ik zo kinderachtig. Ja, echt. Hebben ze dat gedaan? Ja, dat hebben ze echt gedaan. Ja, logisch dat je zeg wordt. Ik zeg, ik ben geen kleuter. Als jij zegt van, klap dat ding in, dan klap ik dat ding in. Ja, zo makkelijk is het. Maar dan hoef je niet nog een keer als een baby te controleren van, nou, heb je het nou wel echt gedaan? Zo kwam die. Hij kwam echt een beetje zo over van, even extra controleren of dat hij het wel gedaan heeft, weet je wel. Dat vind ik zo kinderachtig. Maar ja, nu, eigenlijk kan dat ook niet. Maar nu had ik had echt vriendelijk personeel. Echt, ze waren allemaal even aardig en vriendelijk. Mooi, man. Dus het is echt top. Altijd mooi.
Ja, ja, maar nee, we hebben wel gelachen in de Efteling. Vooral met de Carnival Festival. Oh, 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 oh. We gingen helemaal losstaan zo. Leuks! Ah, dat stopt, man. Leuks! Kijk maar uit dat, dat Kefruits geen aangifte doet. Ja, wegens plagiaat. Ja, ja, ja. Ja. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Leuks! Ta 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 ta. De god gaan we op het ding is schön. Hier ook. Klootzak. Schiet me. Wacht even, ik moet nou. Zo, dit heb ik. Twee knalden er tegen mijn auto's aan. Ik heb ze allebei op zijn neer geknald. Heb je goed gedaan. Komt weer met helikopter. Oh, ik had dan ook een paar van die eikels. Daar ben je helemaal gek van. Daar ben je helemaal gek van. Als je, kijk, ik vind het niet erg. Als hun nou gewoon hun eigen spel spelen, dan kan ik mijn eigen spel spelen. Maar dan gaan ze ermee bemoeien, weet je wel. Dan gaan ze naar je toe constant. Ja, helemaal. Ja, dat is irritant. Echt irritant als je de hele tijd boven je lippen. Ah, nee, nou, ja. Hij gaat de andere kant op. Gelukkig. Nou, ik heb wel een hoop geld. 61 heb ik van de 65. Ja, ik heb wat schaap opgelopen, nou, jammer genoeg. Ja. Ja, dat was wel leuk, hè, Ramon? Ja, Ramon was er ook bij in het carnavalfestival. Leuk! Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Leuk! Maar het is wel leuk dat jij zo'n leuke groep collega's hebt. Ja, hè? Dan ja, dat is leuk. Kan je met z'n allen kan je dan lekker leuke dingen doen, weet je wel? Ja. Ja. Om alleen te gaan, ja, dat is toch minder leuk. Ja. Je moet eigenlijk met een groepje zijn, dat is wel gezellig. Ja. Je kan er toch omheen? Ga er gewoon omheen. Juist. Ja, ik sta op het pad, sta ik. Hier, gaan ze allemaal stoppen. Dan wachten ze 5 seconden. En dan gaan ze er toch omheen. Terwijl ze er makkelijk omheen kunnen rijden. Oké, we did it. That one's going on the balance sheet for next quarter. Loads. Ta 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 ta. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-tam. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Loods. Altijd leuk. Loods. En een loods dat het is. Appakee. En een loods dat het is, jongens. Oh. En ik heb nu alle dingen van de Symbolica gedaan. Alle routes. Welke tour vind je het beste? De eerste, dat was voor mij de schatten. Als eerste ging ik naar de schatten. Goed, hè? Dat vond ik de leukste. Dat was de leukste eigenlijk.
Ja, dat is de enige die ik nog moet zeggen, maar de overige twee heb ik wel gedaan. Maar ik heb gehoord dat de schatten de beste is. Ja, ja. Wat een klote vliegtuig is dit, zeg. Ook moet die hebben natuurlijk. Ja, kom maar. Kom maar, poesie. Oh, die is het. Ik moet die. En dan die is achteruit. En dan. Nee, dus de verkeerde kant op. Andere links. Juist, goed zo. En dan moet je. Nee, niet helemaal. Nee, zo. En dan een aanloopje. Ja, ik vlieg. Ja, en als je kunt. Bam, dan zit ik in een boom. Tja, hey, heb je ook een helikopter? Oh shit! Ik heb een helikopter met een zelfdestructor op. Oh, ik zou zeggen springen. Mazzel! Eruit gesprongen met mezelf goed, met mijn parachute. Staat mijn auto nog ergens dan? Ik ben mijn auto kwijt. Linda. Waar staat mijn auto ergens? Oh, die staat daar ergens. Zo. Loods. Wat een eikel. Ja, ik liep de snelweg op, maar ik werd volop aangetikt door een auto, dus toen was ik gelijk dood. Ja. Ik werd omvergereden door een auto, op de snelweg, ja. Ik moet eigenlijk niet op de snelweg gelopen, maar... Even kijken, hier kan er wat tussen. Ja, hier kan er tussen. Bam. Ik ga eens even bij ze staan. Hey, stalletje zwervers. Wat is er allemaal aan de hand? Wat hebben jullie allemaal? La-di-da. Loods. Flikkee. Ja, daar komt die politiewagen om. Oh.
Oh, jullie willen oorlog. Kunnen ze hem jou krijgen, toch? Ja, precies. Even... Pegasus bel ik dan even. Ik bel er weer even Pegasus op, hè. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Gewoon weer even de Rhino tank. Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. Waar is de Rhino? Hé, kijk, ga ik even mijn gemakje even zoeken naar de Pegasus vehicle. Komt er niet aan. En zo. En daar is die hoor. Daar is die, de Pegasus vehicle. Oh, daar is die. Dan moet ik hierheen. Hier de hoek om. Zo. En dan hierheen. Zo. En hier staat hij. Hier staat hij. Oké, jongens, jullie willen oorlog. Kunnen jullie oorlog krijgen? Zo, dat was de eerste helikopter al. Oké, jij eens. Komt ie. Ik denk dat, dat wil hij zien. Komt ie zijn... Komt ie zijn golfkarretje. Ja, heerlijk hè. Komt ie zijn golfkarretje hoor. Komt ie zijn golfkar. Ja. Zou ze graag oorlog hebben? Nou, ja, dan kunnen ze dat toch krijgen? Kunnen ze krijgen hoor. Zullen ze graag oorlog willen, dan kunnen ze dat krijgen. Kijk, hier komt ook nog een politiebusje. Ja. En hier staat nog een autootje ergens. Hey. Oh, ik lees op Facebook dat Joost ook kerstvakantie heeft. Ja, klopt. Klopt, ja, dat is nog wat uurtjes staan. Die moest nog een halve dag of zo, moest die nog. Ah, we lekker voor hem. Ja, lekker even vrij. Ja. Leuk, hè? Altijd leuk voor hem. Gaat hij heel rustig met zijn... Oh, een bushokkie, wacht even, die kan altijd met hem. Maar heb je nou nog wat van de livestream gehoord? Helemaal niks. Nou, dan gaan we waarschijnlijk weer niet door zaterdag. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Ja, ik hoop het wel, maar als we het maar met z'n tweeën doen. Ja, precies. Rob kwam ook nog, hè? Ja. Ja, dus dan is het sowieso jij, Rob en ik. Ja. En Joost, wat was er nou? Ik weet het niet eens precies, Joost, hoor. Nee, Joost die komt niet. Nee? Nee, Joost is... ja, dat is een eigen lijstje, hoor. Is hij nog steeds boos op mij? Nou, niet boos, maar... Hij is wel iemand die heel gauw... hoe zeg je dat? Die niet gauw van zijn voetstuk af te brengen. Dus als hij ergens op pissen rond is, dan blijft hij dat wel. Ja, niet dat hij kwaad weer op jou. Nee, want vorige keer heb hij nog met jou staan kletsen, dus...
toch? Ik wou net zeggen. Dus, nee, maar niet van de livestream, denk ik. Ik denk, hij is ook nog wel vreselijk kwaad op Rob, was die. Ik weet niet hoe dat nou is. Maar ja, als Joost weer een paar maanden, hoe heet dat, rust gehad hebt, dan gaat het wel weer met Joost. Oké, ja. Nou, Joost is een beetje hetzelfde als mij. LJT, we zijn nog wel heel koppig. Like our little enterprise is doing well. Maar dan ben ik zelf ook voor, dus dat is even koppig. Weller, so. You know, if we upgraded the equipment, it's your outlay, so it's your call. Ja, LJT, ik weet het van hem. Hij gaat nou ook naar de kerstmarkt, dus hij zit zaterdag sowieso niet. Oké, nou ja, weet je, stel je nou voor dat hij zaterdagavond alsnog zoiets heeft van... ik wil ja, mee, een paar uurtjes, ja, dan kan hij nog even een paar uurtjes mee streamen, ja. Ja, voor mij mag hij. Kan hij nog even een paar uurtjes mee streamen. Ja. Maar wij gaan gewoon, wij beginnen dan om 12 uur, hè? Om 12 tot 12. Ja, dat was het idee, toch? Ja. Om 12 tot 12. Okay. Gewoon. Want is ja, het aankomende zaterdag al dan? Ja, aankomende zaterdag was het al. Oh, dus dan is het al de 23ste. Dan is het al de 23ste, als het is. Bedankt voor de reminder. Het is nu de 15e. Oh, zo. Nee, dus dan niet, dat is niet aankomende, maar die week erop. Oh, dus nog één week later. Ja, nog één week later. Hebben we nog één week rust. Dus, Ja. Nee, dat is goed. Wat gaan we nou allemaal krijgen? Ik wil niet wat ik nou aan werken. Oh, hier. Yeah. Ja, wil ik een werk geven. Ik denk, ik word beschoten door iemand, maar ik weet niet door wie. Oh hier. Yeah. Hier en jij moet er weg. En dan moet ik even kijken jou nog. Jouw rijk. Wat? Ja. Oh, ga je achter een busje uit de kunnen schuiven. Weg, want anders dan ik kan hem niet schieten als hij tegen me aanstaat, kan ik die politiewagen niet schieten, want anders dan Maar ik moet je zeggen, ik heb er weer zin in zo'n stream. Ja, ik ook. Het lijkt me echt geweldig. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het lijkt me echt wel leuk om het te doen. Het gaat zwaar worden. Ja, dat wel. Ja. Dat wel. Nou ja. Moeten we wat proberen hebben. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Hey jongens, je jeugd hier. Hier. Zo, die zijn ook alweer weg. Er komen er alweer twee nieuwe aan. Die is weg. En... Wacht, er is weer een auto. Die kan ook daarvoor neergeknald worden. Oh, dat is weer een andere. Hey.
wordt lachen, man, die stream. Ja, wat zeker leuk. Ja, wat zeker leuk. Ik heb er echt zin in. Het wordt echt gezellig. Ja, ik ook. Ja. Gaan we even lekker een beetje ouwe hoeren. Ja, precies. Nou, er komt helemaal geen politiehelikopter meer. Kom maar, zijn ze in de politiehelikopters heen. Ze zijn echt door de politiehelikopters heen. Oh, er komt er eentje. Kiet. Kijk, hij zit hier. Hij blijft heel ver weg, blijft hij. Klaus, hoor. Hij is een beetje bang. Hoppa. Maandag komt de Q&A. Man, dan ga ik de Q&A online zetten. Altijd leuk. Ik ga er binnenkort ook een wedstrijd maken. Ja, Q&A is leuk hoor. Ja. We gaan dan eigenlijk zeg maar, een filmpje maken met, nou als je vragen hebt, stel ze hier onder in de comments. Nou, en dan kunnen ze daar berichten zeg maar en dan... kan je er later weer een filmpje van maken dat je ze beantwoordt? Zie. Ik ga je misschien tegen. Ja. Ja, je bent toch. Je bent toch een passief. Dus. Oh! Zijn jullie? Oh, daar! Oh, kijk, die staat ook nog eentje. Zo, ik zie hem in de lucht. Ik heb maar geen vuurwerk nodig hier.
Nee. Schiet gewoon met. Heb je vuurwerk dit jaar of niet? Nee, helemaal niks. Ik vind het zo'n geldverspilling. Ik doe het ook niet hoor. Ik vind het zo'n geldverspilling. Ja. Je koopt het, je schiet het in de lucht. Nou, oké, nou dat was het. Ja. Je schiet gewoon je eigen geld, schiet je gewoon. Ja. Nee, dat heb ik liever. Ik heb liever andere dingen. Shit. Toen was ik kapot. Ai. Zo. Zo, ik leg hier nog een beetje autovrakken hier. Ik leg hier allemaal autovrakken hier, wat is hier gebeurd? Waarschijnlijk heeft er iemand met een tank rondgereden. Ja, volgens mij ook. Aardige ravage hier ook. Leg hier nog een politiewagen op zijn kop. Hier ligt nog een politiewagen, die staat in de fik. Oh, dit is hem. Dit is ook zo. Zo. Hé, hey, wat doe je nou? Waar ben jij ergens? Ik zie je nergens meer. Ik ben, even kijken, nu zeg maar richting het Hollywood gedeelte. Ja, ik kom je tegen, ik zie je al. Hier ben mooi. Ik. Oh ja, ik zie je. Zo, nu even een douche hebben, wacht even, zo even douche hoor. Zo, hoppa. Kijk. Zo, even lekker even zo, heerlijk zo. Even lekker een douche pikken. Inderdaad. Hey, wat doe jij nou? Altijd fijn. Ik zal even je auto wassen, kom maar. Ik zal even je auto wassen. Ja, het klinkt wel weer mooi. Ja, die lopen toch te klagen ook, die mensen. Ze lopen allemaal te klagen met... Waarom klagen jullie nou? Die zijn niks gewend. Ja, wees blij dat ik... Hier, wat zijn jullie er aan het doen? Zo, wacht even. Kijk, maar ik zal hem wel even netjes zo brussen. Kijk, ik brus hem wel even zelf netjes zo. Zo, ik zal hem even netjes de brandje brussen. Zo, en de brand brussen. Nou, het lukt. Er gebeurt helemaal niks. Ah, nou heb ik hem uit. Ja, ik heb hem al uit. Kijk.
zelf ook in de fik. Oh, dat is minder. Oh, mijn tankwagen is ook weg. Schandalig. Ik doe helemaal niks. Trek de rood achter je aan. Ja, ik doe helemaal niks. Ja, moet natuurlijk niet erom gaan vragen, want dan schiet ik hem natuurlijk neer. Zo, leg hier even kont lichaam hier ook. Ja, mijn tankwagen is goed. Oh, ik moet nog op die wagen, op die wagen, op de wagen. Juist, goed zo. Ik ga even een beetje om me heen kijken zo. Ik ben alvast benieuwd wie er het langste vol kan houden met 12 uur tot 12 uur in de stream. Ja. Nee, jij bent ook lekker koppig, jij. Paardenlul. Kevin zit erop. Kevin. We zitten er vier. Hoe lang ben ik eigenlijk al aan het streamen, jongens? Weer een uur bijna. Zo. We zijn alweer een uur aan het streamen, jongens. Goh. Ach ja. Maak het uit. Helemaal niks. Maak het uit. Hoppa, rampje eruit. Film that shit. Wat? Ik had gewoon een auto. Heb je nog nooit iemand een auto zien stelen? Oh nee, dat wil ik niet. Nee, ik wil je niet bedreigen met een pistool. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil alleen de middelvinger opsteken naar je. Maar... Zo. Fuck you. Precies. Het gaat gewoon een leuk streampje worden. Ja, zeker weten. Zeker weten. Wow. Ah.
Kijk hoor. Waar is dat ene gekke gebouw nou ook weer? Oh, het zit hier. Hier zit ergens dat gebouw. Kom maar, moest je hier ergens heen? Toch? Kom je hier toch weer op de trambaan uit of niet? Ben ik nou gek? Ja, als je iets doorrijdt, volgens mij wel. Ja, niet bij die trambaan. Even kijken. Oh, die is één verder. Oh, is één verder. Kijk, hier is die trambaan. Oh ja, hier is die. Hier is die trambaan. Jeetje, waar was het ook alweer? Als je die drugs moet brengen, bij die vent, bij die negen. Oh ja. Daar heb je allemaal van die gangsters. Oh. Dat is echt zo'n wijk waar al die gangsters staan, dat is leuk. Ga ik een beetje daar. Oh, hier is het. Ik heb het al. Ja, en dan heb je het ook de andere kant nog op. Dan kun je zo... het is nou rustig. Kijk, hier is het. Hier moet je altijd dat pakketje dan brengen in die missies. Ja, klopt. Dus hier. En dan is het nummer 5 of nummer 6. Ja, maar hier inderdaad, in de buurt is het. Ja, nummer 6 is het. Deze deur is het. Of nummer 7. Ik weet niet meer, een van die twee. Die hebben zo'n bonje. Oh nee, die moet niet pakken. Ja, daar komen ze al. Daar heb je ze al. Als je één keer schiet, heb je zo'n gang attack hier. Oh. Ja, kijk. Dat gaat heel snel. Hier, gang attack. Ik sta even in die tunnel hoor. Ik sta even in de tunnel. Je hebt groot gelijk. Ik had twee wattensterren. Ja, dan moet je wat, hè? Even wachten tot de kust weer veilig is. Destiny Mouse. Destiny. Wie noemt ze eigenlijk in godsnaam Destiny Mouse? Ja, je hebt van die mensen, hè? Bestemmingsmuis. Slaat helemaal nergens op. Nee. Bestemmingsmuis. Leuk autootje dit, man. Ja. Zeker. Waar wil ik nou? Ik wil je het niet mooi. Oh, wat is dat?
Wouter is een beetje naar de galle miezen. Wouter is een beetje naar de galle miezen. Hey, ik zag hier ergens een tank. Stond die tank nou ergens? Ik zag hier net een tank staan. Ja, misschien dat die wel voor iemand neer is gezet. Zo'n propaantank, weet je wel. Oh, zo'n tank, ja. Zo'n propaantank zag ik. Ik dacht net dat ik zo'n propaantank zag. Nee, dan ben ik hem weer kwijt. Ja, waar stond die propaantank dan? Stond soms aan die kant. Even kijken waar die stond. Waar staat die propaantank? Maar ondanks dat we er met 7 in zitten, is het niet zo'n hele erg Nee, het is lekker rustig. Lekker rustig, je kan lekker je eigen ding doen. Ja. En zulke sessies zoek ik juist, weet je wel, altijd. Oh, ik ga hier eens in die garage kijken. Nou, hier heb je ook nog een garage. Parkeergarage hier, oh. Hier eens even kijken hier, oh. Public entrance. Public entrance. Eens even kijken, staat hier nog wat leuks in? Ik ben nog nooit geweest hier ook. Oké. Hey. Ja. Ja, ta. En dan even op etage 3 kijken. Waar is etage 3? Nou, dat is ook niet echt veel te beleven. Etage 4 is de hoogste. Dat is de onoverdekte. Nou, dat staat ook niet veel. Nou, best wel een lege. Parkeergarage. Er staat ook niet veel auto's. Daar staat er eentje. Kijk, zet ik deze even neer. Deze gooi ik gewoon even ergens hier neer. Zo! Hoppa. Ja. Sinds wanneer krijg je dan 2 wattensterren als je de politie dingen inloopt? Ik heb nog nooit gehad. Ja, ik klom gewoon over het hekje heen. Ik krijg gelijk 2 wattensterren. Nou ja. Ik ga hem uitzetten. Jo, is goed.
Ik spreek jou later weer. Yo, is goed. Ja, ik ga zo even skypen. Ik ga hem ook zo dadelijk op paard zetten. Dan ga ik nog even met mijn vrienden even skypen. Ik moet alleen even snel de tunnel in, want ik ben... Ik heb weer flink de politie achter mijn reet al zitten. Dus. ik ben snel de tunnel ingedoken. Maar ja, als die dadelijk dus ineens afgaat, dan zitten we op de dinges. Eerst moet je, dan druk ik hem gewoon weg. Komt helemaal goed. Ja, dus. Zo. Eerst goed, hè? Hey, ik zie je later. Jo, ja. Later. Hoi. Nou jongens, dit was ook de livestream voor vandaag. Oh. Terwijl ik dood wordt geschoten door de politie. Dit was de livestream van vanavond. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, doedels, vreselijk. Je doet het je ergste vijand niet aan. De groetjes allemaal en tot de volgende livestream. Bye bye.